Ja, welkom. Topzeilen TV is thuis. We zijn in Medemblik, Noord-Holland. En we gaan zo naar de persconferentie kijken. Openingspersconferentie van de Delta Lloyd Regatta. De beste zeilers, Olympische zeilers van de wereld, komen hier in Nederland, in Medemblik, vechten voor de eer. En het is niet zomaar een evenement, want er doen zeilers mee uit 58 landen. Meer dan 1000 deelnemers. Evenement start morgen, woensdag 21 mei en dat loopt tot 25 mei. We gaan het deze hele week volgen. We staan op de Delta Lloyd Regatta en we praten met event director Arjen Rahuzen. Er zijn een paar verbeteringen dit jaar. Welke zijn dat? Ja, met Delta Lloyd aan boord is het inderdaad het moment om een aantal verbeteringen door te voeren. Zo hebben we echt zwaar geïnvesteerd in onze website. We hebben track and tracing. We hebben een grote videowall met de entertainment daar erop. Resultaten die we hebben. We hebben elke ochtend een actueel weerbericht, et cetera. Zo proberen we er toch wat meer activiteit te brengen. Maar mensen die dit zien, die moeten ook komen kijken dus? Absoluut kijken, want er valt heel veel te zien en veel mee te maken. Maar is het ook een goed evenement voor de topzeilers? Het is denk ik een uniek evenement. Als je ziet dat het aantal zeilers wat we hier hebben, die in de ranking staat, is ongelooflijk. Wereldkampioen, Olympische kampioen, Europees kampioen. Het is een van de, ik kan gerust zeggen, het beste zeilevenement in ieder geval in Nederland. En daar zijn we heel trots op. Dus Topzeilen TV is thuis op de Delta Lloyd Regatta? Die is absoluut thuis bij de Delta Lloyd Regatta en dat willen we graag zo jaren houden. Oké, dankjewel. Graag gedaan. We staan op de Delta Lloyd Regatta in Medemblik met Nederlands beste Olympische windsurfers Casper Bouwman en Dorian van Rijsselbergen. Het spant er om deze week, mannen, of niet? Ja, deze week is weer een, kan weer een mooie tentoonstelling worden, ja. Want wat moet er gebeuren? Jullie zitten in een selectieprocedure voor de Olympische Spelen. Toch, kun je dat kort uitleggen? Ja, het zit zo dat Casper heeft de nationale selecties gewonnen. Wat hem voorrang geeft tot de Olympische Spelen. Maar hij heeft nog niet helemaal gekwalificeerd. En ik wel. Oké, en wat ga jij daaraan doen? Ja, voor mij is het de zaak dat ik me nog maar anderhalve nominatie vaar. En doe ik dat, dan ben ik degene die naar de Olympische Spelen kan. Doe ik dat niet, dan moeten we weer afwachten tot Kiel. En anders is Dorian degene die daar naartoe kan. En concreet, een halve nominatie is wat? Top 6. Top 6 op dit Delta Lloyd Regatta. Nou, het spant erom. Wij zullen het volgen deze week. Succes. Wij gaan ons best doen. Dankjewel.